Het Amazone Conservation Team en de Stichting voor Dorpsontwikkeling Matawai hebben afgelopen donderdag een Matawai Nitty gehouden. In verband met Marondag op 10 oktober. De Matawai Nitty is gehouden in het Lalaroe-complex. Er zijn lezingen gehouden en films gepresenteerd over het leven van Marons in het binnenland. Inelva Henki, penningmeester van Stichting Dorpsontwikkeling Matawai, vertelde over de ontwikkeling van de Matawai-gemeenschap in de afgelopen jaren. Samen met het Amazone Conservation Team zijn enkele duurzame projecten opgezet. We hebben samen met ACT een rangerpost opgezet in het dorp Sutibaka. Er is ook een dressie also in het dorp Boslanti. En zijn 5 jaar al organiseerde stichting voor dorpsontwikkeling, het Banja Festival. Maar al 2 jaar is ACT onze hoofdsponsor. Zodat we het elk jaar weer kunnen doen om onze cultuur niet te verloren, verloren te laten gaan. Ook vandaag willen we de nadruk leggen op het oral history. Dit is een heel goed initiatief dat genomen is die jaren van belang gaat zijn in het Matawai gemeenschap. Dit is een van onze goodies die nooit verloren mag gaan. De Fostin Tories. Wie wilde nooit Tories horen van oma? Altijd, oma vertelt je Anansi Tori, oma vertelt je iets van vroeger. Maar soms vergeet je die Tories, dan denk je, oma vertel me het weer. Maar oma zal ook moe worden. Maar gelukkig, vandaag is het vastgelegd dat we het over en over weer kunnen kijken en het leren aan onze kinderen. Zeg van, hé, zo'n plaats, zo'n Tori. De dorpelingen hebben zich slechts lokaal kunnen ontwikkelen, vertelt Henki verder. Maar ook internationaal zijn er doelen gerealiseerd. Ook heeft ACT ervoor gezorgd dat een team van de Matawai gemeenschap naar Amerika kon vertrekken. En dat was een hele grote, hoe kan ik het noemen? Als een mijlpaal die bereikt is. Want onze erfgoeden die mee waren genomen toen ter tijd, een paar jaren geleden door meneer Green, die kunnen we nu weer beluisteren. Je oma of je afodi, waarvan je nooit iets wist, vandaag de dag kan je gaan luisteren dat er zo'n tori was over zo iemand. Daarom willen wij van de stichting en de Matawai gemeenschap ACT van harte bedanken met deze samenwerking. En de ondersteuning voor het behalen van deze mijlpaal. Om onze cultuur, de materiële en de immateriële erfgoeden van de Matawai-stam tot hogere hoogtes te brengen. Inelva Henki van de Stichting Dorpsontwikkeling Matawai donderdag tijdens de Matawai-Nitty in verband met Marondag op 10 oktober.